is mooi, maar het is ook een beetje kitsch, hè? Je hebt het al zo vaak gezien op ansichtkaarten en nu weer met de nieuwjaarskalenders en zo, die foto's. Dat werkt. Dus ik vind het niet zo erg als daar een trein zou komen. Dat breekt het landschap enigszins. En ik vind het ook wel gezellig s'nachts in bed. Dat kadoem, 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 kadoem. Lig je warm in bed, hoor je dat zo wegsterven. Kadoem, 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 kadoem. Dus ik vind het niet zo erg. Maar dat laat onverlet dat er hier wel een tunnel moet komen. Want ze gaat nu naar Europa. En ze zal niet rusten voordat ze vanuit Straatsburg heel Nederland heeft geasfalteerd. Hè? Van Maastricht tot Groningen. En dan worden we op die manier bij wijze van spreken gedegradeerd tot een achtste landingsbaan voor het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. En ze komt hier nog één keer op werkbezoek en dan tonen we haar de tunnel. En die tunnel gaat niet horizontaal onder de grond, maar 80 meter loodrecht naar beneden. En dan op een bepaald moment pakken we haar met een man of vijf bij de benen. En met dat hoofd met die wangetjes voorover laten we haar in de schacht kukelen. En we storten er meteen 80 kuub Nederlands cement achteraan. Want we hebben het berekend en het is de enige manier om mij weg aan banden te leggen.